Woningen in de Lijsterbestraten, de Ahornstraat en Hengsdal staan op de nominatie om gesloopt te worden zodat er nieuwbouw kan plaatsvinden. Woningbouwvereniging Standvastwonen meent dat sloop een betere optie is dan renoveren. Hoewel veel bewoners al akkoord zijn, kunnen niet alle bewoners zich vinden in de plannen. Nou zijn ze van de woningbouw van plan om ons op de straat te zetten. Maar wat mij betreft, maar eens renoveren. Maar liever niet. Want het huis is nog nieuw en er niks aan. Aannemer Jan van der Vierdonk werd door bewoners ingeschakeld om te kijken of de keuze van standvast wonen voor sloop wel terecht is. Het zijn eigenlijk bouwtechnisch hele goede huizen. Uh, als je om je heen kijkt, er zit geen scheur in de muur. Er is geen enkel rotkozijn aan te wijzen. Uh, er zit geen verzakking in de kap. Uh, de constructie is eigenlijk uh, uh, perfect. Um, er zijn natuurlijk wel wat problemen. Uh, Geluidsisolerend, warmteisolerend, voorzieningen. Voorzieningen zijn de badkamers, de keukens en de, en de toiletten. Zijn natuurlijk niet helemaal meer up-to-date. Up uh, leidingwerk schort het hier en daar ook wel weer aan. Maar de bouwtechnische staat van de huis is eigenlijk goed. Iedere eigenaar van zo'n huis raad ik aan om het op te knappen. Ik denk dat hun. ...ook wel tot die conclusie zijn gekomen, maar het moet wel passen in je visie. Die visie is anders, het kan een eigenaar nopen tot andere beslissingen. Zo'n woningbouwvereniging heeft niet alleen de kosten, die hebben we moeten ook kijken naar uh, meerjarenplan. Maar gebruik dat dan als argument. Als je hier door de straat loopt, dan hoor je de huizen eigenlijk al tegen je fluisteren, knap ons op. Het gaat hier om uh, naoorlogse woningen, gebouwd na de oorlog toen er een uh, grote woningnood was. Een groot deel van zijn duplex woningen. Dat zijn woningen boven en beneden die tijdelijk gescheiden waren voor te bewonen voor twee gezinnen. Die tijdelijkheid is er nooit gekomen. Het is nu eigenlijk permanent geworden. En deze woningen die willen wij uh, niet alleen bouwtechnisch verbeteren, maar ook woontechnisch. Van die twee straten zullen een achttal woningen gerenoveerd worden. En dat start, als het goed is, al uh, aan het eind van uh, dit jaar. En er zullen een vijf, en dat zijn eigenlijk vijf woningen, maar. Met de duplex erbij ook acht woningen in een latere fase gerenoveerd worden. En de rest van de woningen, dat is de bedoeling dat daar nieuwbouwwoningen gaan komen. Wij waarderen dat er heel veel mensen in de wijk Oost mee willen denken over dit pand. Maar op dit moment is onze belangrijkste gesprekspartner de huidige bewoners. Die dus in deze woningen wonen en ook terug willen keren in deze woning. En wij merken daar een grote mate van positiviteit. Wij hopen dat zo snel mogelijk wij verder kunnen gaan met de plannen. Dat is op het moment dat er een 70%. Of meer. En het liefst gaan we natuurlijk voor veel meer dan 70% van de vaste bewoners akkoord is. Volg ons online via Facebook het altijd en 1. Op onze website en 1.nl of via Twitter het altijd en een Want Nijmegen is altijd n1 n1.